overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste halfjaar van 2024 vrijwel gelijk gebleven aan dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op 220 miljoen ton. De daling van 0,3% kwam vooral door minder overslag van kolen, ruwe olie en overig nat massagoed. Daarentegen is de overslag van ijzererts en schroot, overig droog massagoed, mineralen, olieproducten en containers toegenomen. We zien dat na een periode van economische onzekerheid de vraag naar grondstoffen en consumptieproducten is toegenomen. Dit heeft weer geleid tot groei in de containeroverslag in het eerste halfjaar met 4,2% in tonnen. Of die ontwikkeling ook gaat doorzetten in andere segmenten is mede afhankelijk van het tempo waarmee de Europese industrie aantrekt in de komende maanden. Ondertussen houden wij vast aan onze koers en blijven we investeren en projecten uitvoeren om de energie- en grondstoffentransitie tot een succes te maken. De Europese economie heeft alleen een toekomst als de transitie slagen. Havens spelen daarin een cruciale rol en daarom trekken havens en industrie in Noordwest-Europa steeds vaker samen op. We moeten meer denken en handelen vanuit grensoverstijgend belang. Hoe sneller Europa onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen, hoe groter de kans op strategische autonomie. Vertraging betekent dat we geopolitiek kwetsbaar blijven en dat is slecht voor Nederland en voor Europa. Een stevige inzet vanuit Nederland in Brussel, die zich sterk maakt voor de belangen van de zeehavens in de energie- en grondstoffentransitie, is nu belangrijker dan ooit.